Hallo vrienden, hier ben ik weer en deze keer ben ik zelfs niet in beeld. Maar ik wil jullie een keer laten zien, als je op Facebook zit en je hebt een keer iets verkeerd ingetypt, dat je dat op een makkelijke manier zelf weer kan corrigeren. Veel mensen weten dat niet en daarom ga ik dat voor deze keer eens een keer uitleggen hoe dat je dat het beste kan doen. Let maar op, ik ga hierboven nou wat intypen. Zie je, hè? Ik wil iets op Facebook schrijven, maar typ verkeerd. Verkeerde woorden. Ja, dit is een week nou ook weer fout, maar dat kan ik zo nog corrigeren, zoals je ziet. Ik heb dus, ik ga dus dadelijk iets intypen wat daar allemaal fout is. En zoals ik zei, die kan je gemakkelijk zelf corrigeren. Ja, het is nou wat een beetje kleiner en de woorden wat veel worden, maar zoals je ziet kan ik nog altijd bewoorden. Ik wou het uitleggen. Plaatsen. Dan ziet u het hier onder staan. Ja, zoals het altijd is. En dan gooi ik dadelijk wel weer weg. Let op. Ik typ nou dit fout. He? Veel mensen die gaan dan weer van alles doen. Kijk, want dat zetten ze op, Facebook. En ja, dan kan iedereen lezen dat dat fout is. Wat moet je dan doen? Je gaat naar die drie puntjes. Dat klikt erop en dan zet je bewerken. Doe je dat er weg en je typt er iets wat wel klopt. Kijk. En dat kan je gewoon weer op Facebook zetten. Dus als je iets fout hebt en je ziet dat, gewoon die drie puntjes. Gewoon maar die tekst bewerken. En klaar is Kees. Nou ja, kijk maar wie dat er klaar is. Nou, dat was het wel voor deze keer. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Ik ga even plaatsen. Kijk, en dan steekt er onder wel goed allemaal. En ik gooi ze daar weer weg. Dat was het. Houdoe en bedankt. Goed onthouden, hè.